Deze nieuwsuitzending is een terugblik op de coronacrisis van 2020, en dan met de nadruk op de consequenties, de gevolgen van de maatregelen. Even een beetje introotje. Ik heb hier een grafiek voor jullie klaarstaan. En dit zijn de sterfgevallen van 2020 vergeleken met wat gemiddeld in zo'n week van het jaar stierf. In de drie jaar eraan voorafgaand. 17, 2017, 2018, 2019. En die, daarvan het gemiddelde, dat trek je af van het aantal mensen dat in 2020 uh, per week overleed. En dan krijg je dit plaatje. Ja. En wat je dan ziet. is dat in week 12. er plotseling heel veel meer mensen sterven. dan gemiddeld daarvoor. Ja. Door nul is dus precies hetzelfde. Ja. Maar in week 12. gingen er plotseling veel meer mensen dood. Ja. Tot aan week 12 gingen er minder mensen dood. Ja. Nou schommelt het altijd een beetje. Maar die knalt terecht uit. Ja. En dan daarna nog meer. En daarna nog meer. Het is dus, dus een vrij steile stijging. Uh, dit is week 11 en dat is week 12. Uh, week 12 hier even kijken. Week 12 staat hier. Dat is deze week. En week 11, op 12 maart, daar kwamen die coronamaatregelen. Op 15 maart gingen de kroegen dicht, dacht ik. En maandag 16 maart trad de, de gaf Mark Rutte die, die toespraak. En dit was de week, week 12, dat er plotseling... Veel meer mensen doodgingen. Dat was deze week. En het zette zich voort in week 13 en in week 14. En toen 15, was het ook nog steeds erg. 16 ook, maar wel minder. 17, maar minder. Hier was het nog erg. En daar, in week 19. Wow, dus het uh, weer een beetje normaal. Maar deze golf die volgde direct op de maatregelen. Nou is er een onderzoek geweest. En het heeft John Popsicle uitgezocht. En hier zie je de sterftecijfers. Per land. Ook weer vergeleken met uh, hoe het daarvoor ging. En hier in, uh, in de dat het plaatje voor Nederland. En hier zie je precies wat je net ook zag. Dit is week 11. En dan hoe op 12, 13, 14, 15. Zo. En dan is het op. Dan, ja, hier gaat die grafiek niet verder. Nou, datzelfde zie je ook voor, uh, voor Portugal. Hè? Zie je ook zo'n zo sterftegolf. Nou, die groene lijntjes die ertussen staan, deze, die en die, dat zijn de tijdstippen waarop de coronamaatregelen werden ingevoerd. Dus in, It in Italië daar waren ze de eerste met het invoeren van die maatregelen. Ja. Dat was op 21 februari, de eerste lockdown. En bij ons is dus op uh, 15 maart. En dan zie, je, ja, dan zie je in elk land dat daar waar ze beginnen met de lockdowns, hier zie je het dan niet zo heel erg. Maar in België zie je het goed. Nou, Nederland dus ook. En dan Italië een stuk eerder in de tijd, maar je ziet precies hetzelfde beeld. En in New York, dat is toch een heel eind verder weg, precies hetzelfde. De maatregelen komen en hoppakee. En Spanje dus ook. Dit is, dat is geen toeval, hè. Het zou kunnen, er komt dus een golf aan van corona, en precies voordat die golf gaat beginnen met effect te geven, precies op dit moment gaat de lockdown in. Ja, dat zou kunnen, maar dat is wel echt toevallig. Of het is zo dat er ja, plotseling heel veel mensen doodgaan door die lockdown. Gewoon, gewoon kennelijk gaan er mensen dood aan lockdowns ja je moet de mogelijkheid open houden natuurlijk. Moet ik eens even kijken naar dit plaatje. Dit is ook heel leuk. Dit zijn de mensen die overleden zijn van 1995 tot en met 2020. En dan verdeeld in twee categorieën. Die uh, die blauwe vierkantjes, dat zijn de mensen onder de 80. En die rode diamantjes dat zijn mensen boven de 80. En je kan zien dat in 1995 gingen er meer mensen dood onder de 80 dan mensen boven de 80. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd in 1995 iets onder de 80 jaar lag. Nou, in 2005 was dat precies evenveel. Er gingen er net zoveel mensen boven de 80 dood als onder de 80. Nou, en sinds 2005 is het Verder verbeterd. En worden wij steeds ouder. Je kan zeggen: ik wil helemaal niet oud worden, dat vind ik slecht. Maar de meeste mensen denken er anders over. Die vinden het helemaal niet erg om oud te worden. Vinden ze zelfs leuk. Deze trend is niks nieuws, want die speelt al sinds het begin van de 20e eeuw. En dat hebben ze uitgezocht hoe dat kon. Kan. En dat komt door de verbeterde levensomstandigheden. Niet door ontdekkingen in de medische wereld. Dat is echt niet. Dat staat vast. Dat weten wij we zeker. En de belangrijkste factor van de levensomstandigheden. die wordt benoemd als voeding. Vooral de voeding is sterk verbeterd, en daardoor worden we ouder. Nou, dat is mooi. Dat is eigenlijk alles wat er aan de hand is. Maar dan zie je dat in 2020, vergeleken met 2019, aan de rechterkant van de grafiek... dan zie je dat beide categorieën toch wel uh, jo, hoger zijn dan in 2019. Ja, maar dat had dus te maken met die doden van die uh, lockdowndinges, gevolgen. Mogelijk, hè? Huh? Mogelijk. Nou, laten we nu eens kijken als we de jaren 1995 tot en met 2019 nou eens uh, dit stuk pakken, dit deel, en dan 2020 is gaan vergelijken met dit deel. Dus dat we de trend die we hier zien, die laten we maar gewoon voor wat hij is, en we nemen het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. En we vergelijken 2020 met het gemiddelde van het afgelopen 25 jaar. Dan krijg je dit plaatje. Oh, dat denk ik altijd netjes in beeld. Wat je hier ziet staan, die, uh, die blauwe balk, dat zijn het aantal mensen. ...onder de 65 wat is overleden in de gemiddelde in de afgelopen 25 jaar. Nou, dat waren dan uitgedrukt in het huidige bevolkingsaantal... ...waren dat 21.000 mensen in de groep onder de 65. In de groep uh, onder de 65 en dan letterlijk in 2020 is er feitelijk zijn er onder de 65 nee zeg ik fout waarin de verwachting was 26.000 moet kijken ja de verwachting was 26.000 dat, dat is deze en feitelijk waren dat maar 21.000 dus vergeleken met de afgelopen 25 jaar zijn er onder de 65 5.000 mensen minder overleden dan wat verwacht was. Dat is goed nieuws. En als we dan kijken naar de groep onder de 80, dan zien we dat de verwachting was dat er 73.000 mensen zouden gaan overlijden. Maar dat zijn er maar 72.000 geworden. Ongeveer dan afgerond. Dat scheelt toch een dikke duizend. Het is niet veel, maar het is mooi meegenomen. En waar zit dan de pijn? Ja, de pijn zit bij de groep boven de 80. Want de verwachting was dat er uh, 76.000, ja, 76.000 zouden overlijden. En zijn er 94.000 geworden. Dus. Deze sterftecijfers uh, die je hier ziet. En dit golfje nog en dat golfje. Deze oversterfte. betreft alleen maar de mensen boven de 80. En ja, aangezien in 1995. de gemiddelde leeftijd. die was onder de 80. wat is het probleem? Behalve dat mensen. zich helemaal kapotgeschrokken zijn. van die maatregelen. Die mensen, die oudere mensen, die, uh, die ja, wat moet ik nu? Huh? Straks gaan we allemaal dood. En uh, ja, die mensen waren waarschijnlijk al uh, niet helemaal lichamelijk in orde, want je bent hartstikke oud. En dan krijg je ook nog die stress eroverheen. Nou, dat is de druppel die de emmer doet overlopen. En dan ga je dood. Het enige dat je er tegenin kan brengen. is dat je zegt. ja, maar ja, die mensen waren al zo oud. Dus. Uh, ja, hoeveel levensmaanden hebben die mensen nou korter geleefd? Dat kan niet. Uh, 40 maanden zijn of zo. Ze hebben hooguit een paar maanden korter geleefd. Ja. Maar er zijn ook nog wat mensen. Uh, die door de maatregelen. die jong waren. ...die zelfmoord hebben gepleegd. Ja, die hebben wel even een, een leven... Hè? Heel, uh, ...heel wat uh, korter gemaakt. Om dan maar te zwijgen over de economische gevolgen. Zo. En dan kan je nog nadenken over die tweede en die derde golf. Hè? Dat is ook heel apart. Die heb ik er ook even bij gezocht. Kijk, dit zijn de maatregelen. Het dus overzicht van de maatregelen van 2020. Nou, hier in maart 2020 was de maatregelen. van, van week 12 was dat. Hè? En dan krijg je hier in uh, in juli alsnog. Ja, nee, hier was het. In augustus krijg je deze. Op 11 augustus. Het versterken van bron- en contactonderzoek en invoeren verplichte quarantaine. Dat is dan 11 augustus. Hè? Nou, kijk even, 11 augustus. Dat is week 33, zie je dat? 11 augustus, dat is week 33. Nou, gaan we even in de grafiek kijken. Dit is week 30, dit is week 31, dit is week 32, dit is week 33. Dus de week waarin de verplichte quarantaine wordt afgekondigd, op die maandag, dinsdag. Gelijk in die week, toink. Ja, verplichte quarantaine, Nee, daar word je blij van. Als bejaarde. Nou, wat hebben we dan nog meer van vrolijke maatregelen? Laten we even in september kijken. In september willen we toch aangescherpte maatregelen. En dan krijg je hier als punt. de verlenging van de inburgeringstermijn. Dan krijg je. het inreisverbod. En weet je nog meer. We hebben een persconferentie. Even kijken wat er meer staat. Uitstel beperkte vermogenstoets. Wat is dit allemaal? Maar nog meer angst dan jagerij. En dat leverde. De volgende golf op. Hoppakee, deze. En je ziet dat voor december. is het precies hetzelfde als voorgaande jaren. Zo. En ik denk als je nu kijkt. dat er helemaal niks aan de hand is. Mijn vermoeden is dat. deze sterftegolf. en deze sterftegolf. en die sterftegolf. Oh, dat die te wijten zijn aan de maatregelen. Dit is te toevallig. En dat in vergelijking dus met dat artikel van dat onderzoek van Popsicle. met deze statistieken, ja. Ik weet er iemand die zei: als ze de maatregelen niet hadden getroffen, nou, dan waren er nog meer mensen gestorven. Nou, dat kan bijna niet, hè. Dit is zo stijl. Oh. Ja, terwijl als je kijkt naar een griepgolf. die zie je hier. Oh, dit is de griepgolf. Die, die rode diamantjes. Is de. Oh nee, dat zeg ik niet goed. Moet je hier zijn. Deze gele dingen. Dat, zijn, dat is de griepgolf van 2018. Dit dingetje. Maar dat haalt het niet bij wat hier gebeurt. En dit is veel steiler, dus, uh, Dit is veel meer een schokgolf. Terwijl dit is een soort. Uh, ja, een stuk milder. En die komt langzamer op gang en die gaat ook weer langzamer weg. Deze komt heel stijl op gang en zoep, maar is ook heel snel weer weg. Dus dat coronavirus, dat, uh, dat heeft maar. is het negen weken of zo. Uh, om zich heen geslagen. Als het het coronavirus was, wat ik zeg, nou, volgens mij kan dat niet. Er zijn te veel aanwijzingen dat het heel anders in elkaar zit. Daar kan ik ook niks aan doen, maar dat is wat ik vind. Wat ik vermoed. Dat is een, een schandalige toestand hoor. Wat, wat ze dan willen met de, de global reset en ja, die enorme schade die ze aan hebben gericht. En je ziet dan hier bij die groene balken, dus het totale aantal doden, wat er verwacht was. Nou, er was verwacht dat er uh, 17.500 mensen zouden overlijden. Eh, sorry, 175.000 mensen zouden overlijden. En in werkelijkheid zijn er 187.000, 188.000 mensen overleden. Dus 12.000 mensen meer dan verwacht. waarvan 18,500 boven de 80 en in de groepen onder de 80 waren dat er minder. Zo. Dus wat hebben we nou bereikt met die maatregelen? Nou, dat allemaal hoogbejaarde mensen vervroegd zijn overleden. En die hebben allemaal corona gekregen in het Bianne thuis. Terwijl er niemand op bezoek kwam. Daar geloof jij het dan nog. Ja. Er komt niemand op bezoek. Maar plotseling gaan we wel allemaal dood. Ja, van eenzaamheid. En van schrik. Van de stress. Hé, hey, dankjewel Hugo de Jonge. En al die maloten die op Hugo de Jonge stemmen. En maak Rutte. En om zich heen. Ja, niet op bezoek. Bompkapje. Mijn dochter tegen hem zei. Pap... Je mondkapje is afgezakt. Oh. Dan deek ik weer over mijn neus. Even later uh, doe ik ze even met mijn kin. <laughs> en dan zit hij wel lekker onder mijn neus. Pop, je mondkapje is alweer afgezakt. Wat is er toch aan de hand met dat mondkapje van jou? Je kan ook uh, zo en zo n mondkapje nemen hoor. En dan, dan, dan doe je hem uh, speciaal voor brildragers. Ik denk, ja, ja. <laughs> Uh, ik heb helemaal geen corona. En mondkapjes werken helemaal niet. Wat zeur je nou over? Maar ja, ze is bang, hè? Voor de, de sociale druk. En, uh, ja, en iedereen doet eraan mee. En uh, wij dan ook. Ja, ze kan wel bezig blijven, dacht ik. Huh? Maar het, het is een daadwerkelijk, het is een fors probleem voor Nederland. En niet alleen voor Nederland, maar voor de hele met name westerse wereld. En ik heb dan verhalen gehoord dat de ja, voedseltransporten en dat soort dingen, en dat het in de derde wereld, dat daar dus ook mensen sterven aan de honger, ten gevolge van uh, niet langer uh, op tijd komen van ja, de noodzakelijke dingen voor het levensonderhoud. En dat het vooral kinderen daar de dupe van zijn. En dat ik het heb over enorme aantallen mensen die het leven hebben gelaten. Het is een schande hoor. En het Vaticaan zit hierachter. Ja. Nee, Peri, het Vaticaan dat doet al lang niet meer mee op het wereldtoneel. Het was nog even dat Geta Thunberg erop bezoek kwam om een handje te schudden met Gorge um, Mario Bergoglio. Maar dat was het dan ook. En Geta Toenberg is echt een heel onschuldig meisje. Hoe durf je haar? Uh, huh? Dat je erover begint. Maar zij redt het klimaat. Ja, dat is het Vaticaan. Dat je dat snapt. Ja. En het Vaticaan het is al zo lang een probleem in Europa. Dat het een beetje gek is om er nu inheen te gaan lopen en Ja, we vinden de paus helemaal niet aardig. En dat hebben we nooit gevonden. Maar ze gaan niet weg. Het maakt hun wat uit dat we ze niet aardig vinden. Het, het, het interesseert ze gewoon niet. Sterker nog, vinden ze wel best ook. There's one thing worse than being talked about. En dat is not being talked about. Het maakt niet uit of ze maar uh, eens mijn emoties hebben of zo. Of je er nou ook tegen bent of dat je juist voor bent. Het is bij uh, beide gevallen even goed. Wat ze liever niet hebben is dat je helemaal jouw drie niet, niet meedoet. En dat je zegt, er ja, de, de, de staat toch volgens mij in het Nieuwe Testament... noem niemand op deze wereld je vader. Nou, dat doe ik dan gewoon niet. Dus ook de paus niet. Dat hebben ze liever niet. Maar, maar oppositie is welkom. Daar kunnen ze altijd wat mee. Ja, deze mensen zijn niet gek. Maar er zijn dus in 2020 beduidelijk meer mensen gestorven dan in de voorafgaande 25 jaar. Maar dat betrof alleen maar hoogbejaarde mensen. En dat er meer hoogbejaarde mensen doodgaan... in vergelijking met minder hoogbejaarde mensen... dat is een goed teken op zich. Dat is wat je wil. Alleen de mensen die dus... die gele balken, toch wel die 18.000... die hadden nog een paar maanden meegekund... Nou, dat is alles. En je zal dus zien dat in het volgende jaar... dat het weer een stukje terug gaat. En dat je... Dat je dit piekje wat je hier ziet... Hè? Deze piek, hè? Ja, ik denk dat in het volgende jaar zal je denk ik dit hebben. Dat die toch misschien weer eronder... Dat hij meer hier gaat zitten. Maar dat zullen we wel zien als 2021 klaar is. Aan de andere kant, je krijgt natuurlijk ook door die, die stress die het allemaal heeft veroorzaakt. Dat gaat ook nog een lange termijn effect hebben. En voor hetzelfde geld schuiven ze dat ook weer in de schoenen van corona. Ja, corona dendert langzaam door. Ze verzinnen wat. Ze liegen alles bij elkaar hoor. Serieus. Interesseert ze helemaal niks. De aard van deze mensen, die is demonisch. Letterlijk hoor. En de gedachte dat deze mensen, dat onze politici dat die dit doen uit onhandigheid of uh, angst of... Uh, als je zo iemand zegt: ja, kijk, angst is een slechte raadgever hè? en daar kan je alles mee verklaren. En, en daarom denk ik dat het angst is bij de overheid. Ja, dus angst of kwade opzet. Dat is één van beide. Een combinatie van angst en stupiditeit. Aan de ene kant. Of kwade opzet. Aan de andere kant. Je terug even naar dit grafiekje van popsicle. Dit duidt ook kwade opzet. Lijkt mij. He? Je neemt dan die maatregelen. Die komen dan hier. He? Hoppakee, maatregelen. En dan hoppakee, krijg je allemaal doden. Nederland die noemt die Italië ook. Spanje ook. Frankrijk ook. België ook. Hey, Duitsland zat er niet op. Engeland en Wales ook. Portugal ook, maar een klein beetje. Zwitserland ook. Nou, Dit is de, de schade van de maatregelen. Ga er maar aan staan. En ga maar eens proberen om de mensen die dit veroorzaakt hebben... om die ter verantwoording te roepen. en ik zeg je dat het Vaticaan erachter zit en dan kan je het vergeten. Want het Vaticaan is niet aansprakelijk voor helemaal niks niet. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft geen biet te vertellen over het Vaticaan. Dat helemaal niet. Dat is gebleken toen ze in het begin van de 21e eeuw hè, van deze eeuw. ...is er een groep mensen naar het Internationaal Gerechtshof toegestapt en die heeft gevraagd om het bespreken van de genocide in Kroatië. Die heeft plaatsgevonden tussen 1941 en 1943. Door de Oestasja-beweging. Hm? Ja, het, is het internationaal gerechtshof. Maar er zat het Vaticaan achter. En uh, ja, wij hebben niks te zeggen over het Vaticaan. Dus, ja. Als het nou een andere vermogendheid was geweest, hadden ja, we wat voor je kunnen doen. Maar als het gaat om het Vaticaan, hè, daar hebben we niks over te zeggen. Doei. Dus dan maak je maar geen illusie. En ook het ding dat Nederland heeft, een contract met het Vaticaan, een concordaat. En wat staat erin eigenlijk? Het er is ooit een concordaat getekend in de, 18, in de 19e eeuw, dacht ik. Nou, wat is de inhoud van het oorspronkelijke document? En welke documenten zijn eraan toegevoegd? Vonden, ja, dat was het uitgangspunt. En, en dan nu geldt dan ook dit. En dat kan natuurlijk ook hartstikke makkelijk. Want, ja, jullie zijn toen akkoord gegaan met het concordaat En wij vinden dat dit er ook bij hoort. Ik zou het wel eens willen zien. En ik heb het vermoeden dat we dat helemaal niet te zien krijgen, ook niet als je erom vraagt. Dus er wordt een heel raar spelletje gespeeld. Je kan ook zeggen: elke overheid op deze wereld, ja, behalve een heel erg onbeduidend overheidje van een eenzaam eiland of zo, met 1500 inwoners. Misschien dat ze die met rust laten voorlopig. Maar al die grotere, zoals Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Engeland, Amerika, China, Japan, Indonesië, zeg maar. Het is allemaal uh, in de pocket. Zoals de Fransen zeggen. Die hebben ze allemaal in de zak. En doe je niet netjes mee, zoals Muammar Gaddafi. Of uh, Mossadegh in, uh, in Iran. Of John F. Kennedy in Amerika. Of uh, noem maar nog eens een. Willem de Zwijger hier in Nederland. Je denkt, uh, ik doe even niet mee. Nou, dan word je voor je kop geschaduwd. Je wordt vergiftigd. Ze stoken het volk tegen je op. Zeg maar. Maar je gaat eraan. Ik heb zo'n interview gehoord met een man. En die werkte voor die club. En die zei. Ja wij deden economieën bijsturen. Dus uh, kregen we een of ander uh, doelland. Er uh, is iets in, in. Ivoorkust Ivoorkust zo In Afrika. Nou, dan kregen wij te horen wat ze in voorkeurs moesten gaan doen. En dan gingen wij dan uh, met het vliegtuig naar die voorkust. En dan vroegen we dan uh, een bezoekje bij de president. En dan gingen we bij die man zitten. En dan zeiden nou, uh, dit is het plan. Nou, dan had je twee mogelijkheden. dat die man zei, oh, is dat het plan? Nou, uh, dankjewel. Dan, uh, nee, dan ga ik mee aan de slag. En dan deden die netjes wat het plan was. Hè. En dan was alles goed. En als hij zo'n leider dan, he, van die voorkust of Kenia of zo... Als hij dan zei van, ja, nou ja, het is wel leuk, dankjewel voor de tip. <laughs> Wil je nog een kopje thee? He? En zo'n man deed dan helemaal niks. Dan kreeg hij nog een keer bezoek. En hallo, daar zijn we weer. Ja, we waren hier een tijdje terug en uh, we hebben toen een aantal tips gegeven. Maar er is niet zoveel mee gebeurd en, uh, ja, we vragen ons toch een beetje af, hoe kan dat nou? En als dan zo'n man zei: we, Ja, nou, ik heb toch gezegd, ik zou er naar kijken. Uh, wat zeur je nou? Ik ben er toch mee bezig. Wil je nog een kopje thee? Nou, als ze, de tweede keer dan ook niet lukte, dan gingen we terug naar Amerika. Oh ja, en dan gaven ze die man nog een waarschuwing. Uh, anders gaat het je kop kosten. Dus, uh, maar als een man dan dacht van ja, ze grote bek. Dit is mijn land, ik ben hier de president. Bekijk het maar. Nou, dan gingen wij dus terug voor de tweede keer onverrichte zaken. En dan stond er drie weken later in de krant dat er een vliegtuigongeluk was gebeurd. En de president van, uh, noem eens wat, Swaziland of zo. Die was uh, ja, tragisch om het leven gekomen. En dat stond dan in de krant. En dat was iedere keer hetzelfde. Of ze werkte mee, of uh, ja, dingen, ja. toestanden, autoongeluk of uh, ja, noem eens wat. Ja. Kan er meer fout gaan? Dit zijn de praktijken van de wereldregering en dat is echt al zo oud als de weg naar Rome. Tenminste, hier voor Europa. Voordat ze in Rome zaten, zaten ze nare dingen te doen in Sumerië. En in Egypte. Deze lui die staan in de geschiedenis niet bekend als leuke buren. ze nemen de boel over. En zo denken ze. De prinses Beatrix toen ze nog prinses was, is nou weer prinses, denk ik. En nou, al, ik denk het nou goed. Prinses Beatrix, toen was, uh, was ze 18, 19. Ze was op vakantie geweest met de familie. Een zomervakantie. En toen waren ze weer terug in Nederland. En kwam er uh, met uh, de Rijksoverle, Rijksvoorlichtingsdienst of zo, wordt het dan geregeld. Uh. Dan komt er een interview met een lid van het Koninklijk Huis. En uh, Prinses Beatrix was aan de beurt. En de vraag was: uh, Heeft u een leuke vakantie gehad? Waarop ze zei: Met een. Gelukzalige zucht, ze zegt. Het was zo lekker hè. Eventjes alleen maar onder de onzen zijn. Nou, daar heeft de Rijksvoorlichtingsdienst nog een harde nood aan gehad. Om dat recht te lullen. Ja, ze bedoelde dat op de volgende manier. Je moet het zien in de context. Maar zo denken die mensen dat werkelijk. Neem zo'n prins Frizo. Ja, die is dan omgekomen bij een ski-ongeluk. Ja, het zou kunnen. Natuurlijk kan dat. Natuurlijk. Het kan ook zijn dat hij betrokken is geraakt bij een of ander schandaal. En uh, dat hij van het toneel af is uh, gevoerd. Dan ga jij me even buitenspellen. En dat, uh, dat Frizo nou op een Jeffrey-Epstein-eiland zit. Waar die. Uh, het gaat allemaal wel goed met hem. Waarom niet? Neem ook Jeffrey Epstein. Iedereen zegt: Ja, Jeffrey Epstein die heeft zelfmoord gepleegd. En een ander zegt: Nee, Jeffrey Epstein is vermoord. En ik zeg: De, de camera's waren uitgezet. En er was plotseling een wisseling van de wacht met de rare mensen. Uh, nou, het riekt wel heel erg naar uh, een operatie, want de camera's vallen toch niet zomaar uit. Wat is dan nou? Ja, precies. Dus dan geloof je dat hij vermoord is. Nou, kijk, als je zo slim bent dat je ook de camera's uit weet te krijgen. Huh? Dan kan je ook wel uh, Jeffrey Epstein in een boekenkist. Net als uh, die Nederlandse man, dat weet hij ook alweer. De, dat je hem in een boekenkist uh, wegsmokkelt. Ja, dat kan toch ook? Als je in staat bent om het dienstrooster van de gevangenis aan te passen en de camera's uit te laten vallen. Ja, dan moet je ook wel een wit busje, alle Mark Dutroux kunnen regelen. Waar die even ingestopt wordt. En je Jeffrey f die zit dan lekker op Bonaire of zo. Ja, wie kent hem daar? En die laat je baard groeien. En, uh... Die wereld zit. Uh... Ik zeg niet dat het zo is, natuurlijk. Hè. Ik zeg dat het mogelijk is. Ik acht het ook heel goed mogelijk dat die Theo van Gogh dat hij ook is afgevoerd. Want die, die steekpartijen ik vond dat maar rare foto's en zo. Een beetje gek verhaal ook. Ja, ik zeg niet dat het zo is hoor. Ik zeg dat het mogelijk is. Deze mensen die flikken echt alles. Toen ze die Amerikaanse president in 1865 hebben vermoord, Abraham Lincoln. Daar zijn ze achtergekomen, de Amerikaanse justitie. En er was een samenswering. Ah oh ja, daar zijn we weer. Hè. Er was een samenswering. Onder leiding van Marie Saura. Hij was een katholiek. We waren allemaal katholieken. Dan hebben ze vier van de vijf, nou er waren er zes dan in principe, want je had je John Wilkes Booth. En die heeft daadwerkelijk Abraham Lincoln voor zijn kop geschoten. Nou, John Wilkes Booth is dan in datzelfde theater neergeknald. Een heterdaadje. En het dat er was er eentje. Dan waren er nog vijf. En dan hebben ze de vier van weten op te sporen. Die hebben, die hebben allemaal de Gallig gekregen. Nee, wat geldt als een van de meest uh, erge doodstraffen. Uh, uh, de vijfde, die was ontsnapt. Ja, die dook even later op en er bleek meneer een baantje te hebben bij het Vaticaan. En toen kwamen ze erachter dat het Vaticaan hem heeft geholpen om via kloosters. Uh, is hij afgevoerd naar de kust. En daar op een boot gezet. En dan tjukke tjukke tjuk naar Italië toe. Nou, toen heeft Amerika netjes aan het Vaticaan gevraagd om die, uh, die samensweerder. Die, die zat in het complot. En de president is vermoord. Dus ze wilden hem hebben voor verhoor. En toen is er iets gebeurd. Ik, ik weet niet precies hoe dat nou in elkaar zat. Maar Amerika is zo ongelooflijk zaggerijner geworden. Dat ze toen, toen het Vaticaan dus niet op de normale manier gehoor gaf aan het verzoek, dat Amerika toen de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan heeft verbroken. Het is een manier om naar de wereldgeschiedenis te kijken en die manier die levert je heel veel inzicht op. Ik denk, ja, als ze het is zo. Ja. ja, er is gewoon niks veranderd. Want Vaticaan is de baas. Ik doe doen overal wat ze in En die mensen zijn niet christelijk, dat moet je niet denken. Dat hele christelijke gedoe van het Vaticaan. En, uh, oh nee, je moet geven om de armen en bla uh, bla bla. De gelofte van armoede en het celibat. Dat is een façade. Het Vaticaan is de grootste, machtigste en oudste politieke, wereldpolitieke organisatie die we kennen. Miljoenen mensen zijn erbij betrokken. En die staan allemaal in een strikte hiërarchie. De vrijmetselarij, dat komt van het Vaticaan. En ze hebben toen, toen de vrijmetselarij begon, toen hebben ze tegen alle katholieken gezegd: van ah, daar mag je geen lid van worden, want het is uh, heresie. Her het is uh, heidens. Ja, dat was omdat het bedoeld was om de protestanten voor de gek te halen. Maar ze zaten zelf achter die organisatie. Om die protestanten los te kweken van die protestante kerk. En gaandeweg doen ze er helemaal niet meer zo moeilijk over. De bij is illuminaat, is opgericht door Adam Wijshaupt, en Adam Wijshaupt, die werkte aan de Jezuïte universiteit als hoogleraar, als professor. Een kanoniek recht. Kanoniek recht is katholiek recht, het, is het rechtssysteem van de katholieke kerk. Daar gaf hij les in. En hij heeft de Illuminati opgericht. En de Illuminati die zaten achter de Franse Revolutie. En de Franse Revolutie had ten doel om al die, om die lappendeken van graafschapjes en hertogdommetjes. om die lappendeken eens even onder centraal bestuur te brengen. En dus moesten al die afzonderlijke aristocraten. moesten kop af. En dan heel Frankrijk overnemen. Dat was toch Napoleon die erna kwam? Even kijken hoor. Ah, ik weet het wel zeker. Dus, Franse. Revolutie. En die was van. Dat met 1789. Of oh, nee, dat zeg ik nou niet. Meer. Oh ja, het begint in 1789 en dat heeft tien jaar geduurd. Ja, even kijken, Napoleon. 1799 was het afgelopen. Napoleon Bonaparte. Oh ja, hij was de leider van de Franse Republiek. Van 1799, ja, precies. De Franse Revolutie was klaar. En toen kwam Napoleon Bonaparte aan de macht. Napoleon Bonaparte, die kwam van. Wat is je nu geboorte? Dat is toch Corsica of zo? Kijk, hoor, Born. Ja, Corsica. En Corsica was een belangrijk eiland voor de Jezuïeten. Het vermoeden is dat Napoleon Bonaparte door de Jezuïeten onder de vleugels is genomen. En toen ze klaar waren, toen hij genoeg had gedaan, toen hebben ze hem gedumpt. Jo, wat heb je ervan? <laughs> hij moest gewoon een klusje doen. Oh, dat is ook nog een leuk verhaal. <laughs> Het verhaal van de, de slag bij Waterloo in 1815. Dat was ook een scam. Nadat Napoleon had gewonnen. En ten, in, in Londen, waar de beurs was, de Londense beurs. Daar heeft uh, die, de familie Rothschild die heeft een... als het ware een... een, een luid of zo... of een bericht laten lekken... ze hebben de boel voor de gek gehouden... want ze, de familie Rothschild gaf de opdracht... om alle bedrijfsaandelen te verkopen... die ze hadden. Dus de familie Rothschild had al van die handelaren... en die verkochten dus al die aandelen. En toen dachten die andere handelaren... Hoi, hey, maar Rothschild... die gaat al zijn aandelen verkopen. Ja, die weet wat. Waarom gaat hij dat doen... Oh, we hebben verloren bij Waterloo natuurlijk. En uh, dan komen die Fransouzen komen hier naar binnen. En dan worden al die bedrijven geconfiskeerd. En dan zijn je aandelen niks meer waard. Oh, dan gaan we ook de aandelen verkopen. <laughs> en toen kelderden de beurzen. Nou, en toen is de familie Rothschild aan de andere kant in het geheim al die aandelen op gaan kopen voor een appel en een ei. En dan is al die aandelen binnen, ook hun eigen aandelen, allemaal weer netjes teruggekocht. Dat is zeggen, de bak aandelen voor heel weinig geld. En toen hebben ze in het grote nieuws uh, laten klappen. Van ja, we hebben gewonnen bij Waterloo. Ja, joh. Ja. Dan is iedereen zijn ponk kwijt. En daarna moesten ze om een of andere reden van hem af. Dat. dat... Dat weet ik eigenlijk niet precies, hoe dat zat. In elk geval, hier staat ook religie. Is uh, katholiek. <laughs> ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, zat hier ook nog even Freemasonry? Hij heeft ook wat er mee, daar heeft hij ook wat mee uh, te maken gehad. Hij werkte samen met vrijmetselaars. Ja, waarom ook niet? Strook katholiek. <laughs> ja. En wat ik ook heb gehoord dat is toen de Franse revolutie voorbij was en Napoleon nog is Napoleon Europa binnengetrokken en zo. En toen hebben ze in die periode hebben ze bezoekjes gebracht aan de aristocraten in de rest van Europa en tegen die mensen gezegd van, goh, heb je ook gezien wat er gebeurd is met die aristocraten in Frankrijk? Met die guillotine. En ja, dan wisten ze ervan. Ja, het is wel vervelend als het hier ook gebeurt, vind je niet? Maar het hoeft niet hoor, het hoeft niet. We hebben wat tips voor je. En als jij nou met jouw land. als je nou eens dit gaat doen. Nou, ja, dan hebben al die aristocraten bibberend een handtekening gezet. Ja, je hebt gezien in. Uh in Frankrijk, wat die Illuminati daar heeft uitgefroten. Nou, als ze zo'n geintje in jouw land gaan doen, dan lig je ook in No Time je om. Dus nou, dan ga je maar akkoord. Dat heeft niet met zoveel uh, woorden in de krant gestaan hoor, echt niet. Nou, Kom je naar mij? Ik wist het nog, ik weet het pas sinds een paar jaar al die, dat uh, was het overleg van dat en het overleg van dat en het overleg van dat. We hebben dus groepjes aristocraten bij elkaar gehaald van leuk dat jullie er allemaal zijn. En we hebben het volgende plan voor jullie. En ja, zo werken ze. En dan kun je juist zeggen, ja maar Piggy, daar zijn we reddeloos verloren. Maar helemaal niet, daar kom je dan maar. Je moet er gewoon voor zorgen dat je die coronacrisis overleeft. Dat zal heus wel lukken hoor. Als je maar geen gekke dingen gaat doen. Zodat je je laat inspuiten met... Uh, je, dat je jezelf een injectie laat geven met iets wat... Nou, waarvan we alleen maar weten dat het niet een uh, vaccin is. Die, die AstraZeneca en zo. Dat, dat is geen vaccin. Maar dat is gentherapie. Ja, maar waarom zou je nou gentherapie gaan doen... Het leven is gevaarlijk. Kijk, hey, dan, dan ga je risico's nemen. En zelfs het laten doen van zo'n coronatest. Daar ben ik ook niet helemaal. Uh... Is dat wel zo'n uh, koosje? Dan ik ze zo'n wattenstaafje in je neus. Ja, daar is dat niet meer voor nodig. Waarom kunnen ze geen oors meer nemen? Of dat je even je, je neus snuit in een, in een medische zakdoek. Oh, snot erin. Is dat, sinds wanneer is dat niet genoeg? Oh, dat virus, dat zit door je hele lichaam heen, mag ik aannemen. Maar dat zit niet alleen maar in je snot. Het komt onder andere via je snot naar buiten. Maar ik neem ook dat het ook in andere dingen kan zitten. Maar dan nog, het komt via je snot. Nou, dan doe je toch gewoon even je neus snuiten in een uh, medisch gecertificeerde zakdoek. Ja, die zakdoek in een plastic zakje, Zo'n zo, zo zip bag. En dan klaar. Dan hoef je helemaal niet met een stokje in je huis. En dan zijn mijn dochter, die is nou drie keer getest. denk, ik, och, nee. Ja, zei ze is de eerste keer was het uit. Lho, ik word een beetje vervelend, maar al ging wel. Dan was ze de tweede keer, die ik, auw. En de derde keer zei ze, auw. Ik <laughs> denk, oh, leuk is dat. Ja, waarschijnlijk is er met die eerste dingen is er wat kapot gemaakt. En het is nou kapot en dan zit die wond er nog... en dan ga je er nog een keer overheen rammen ja, en dan gaat die wond weer open. Je doet het voor de derde keer en dan ga je voor de tweede keer die wond open raken. Hoe ik zeg niet dat het zo is, ik zeg dat het zo kan zijn. Om de PCR-test, ja, laat we eerlijk zijn... Even mijn deur dicht doen hoor. Lalalalalal. een ding, ik zal het zo wel even uitleggen. Ja, dat ben ik weer. Ja. Mijn bovenbuurvrouw heeft er last van als ik wiet. Nee, als ze wietlucht raakt. En zij vermoedt dat dat bij mij wegkomt. En dat geloof ik ook. Ze moeten er even om denken dat ze geen wietlucht raakt. Dan dacht ik: als ik nou de deur van mijn woonkamer dicht doe. En het raampje bij de keuken wat wijder open. Misschien dat mevrouw er dan geen last van heeft. Ja, je wilt toch rekening houden met je buren. Anders krijg ik ook van die elle lange sms'jes, waarin ze gaat uitleggen dat het echt heel vervelend is. Ze dus is niet tegen wietgokken hoor, maar het is wel heel vervelend. Want een nichtje is op bezoek of zo. Dat ah, zal man. Maar terug naar die coronatoestanden. Die vaccins zijn gevaarlijk, hoor. Het zijn ook geen vaccins, hè. Het is een ongecontroleerd experiment. Dit heeft Mark Rutte of Hugo de Jonge zelf gezegd. Of een Dissel. Nou, je moet me er niet op aanspreken, want het is een ongecontroleerd experiment. Dus ik kan er verder ook niet veel over zeggen. En ze zitten ons gewoon te pesten en te treiteren. En ze pikken onze spullen in. Ja. Zoals onze Heer zei. Als iemand je de hemd vraagt, geef hem ook je rok. Of zo was het ook weer. Nee, het hemd is nader dan de rok. Nee, als je iemand je. Nee, in ieder geval, als iemand je wat vraagt, de... geef hem nog wat extra's. <coughs> Trek je er niet aan. Niks van. Het is echt niet belangrijk. Het is voor jouw leven belangrijk dat je. Ja, dat je dat vol stopt met uh, aangename herinneringen. Ja, dat je met plezier aan terug kan denken. Ja, doe geen dingen die je haat, ja, zei onze heer. Doe gewoon leuke dingen. Ja, maar we kunnen dit jaar niet op vakantie. Dat kan wel. nee je mag nergens meer naartoe. Ja, je niet in Spanje of zo, niet in Italië. ik kan wel op vakantie. Ik <laughs> jij moet wat dichter bij huis op vakantie. Ja, voor mij wat doe je huisje wisselen met een familielid? Je hebt een familielid en die woont aan de kust. En jij woont hier ergens in Schaarsbergen of zo. En dan ga je voor twee weken van huishouding wisselen. Ga jij met je kinderen lekker pootje baaien. En die andere, die komt lekker naar Schaarsbergen. En die gaat bosbessen zoeken tussen de bomen. En je hebt er ook allebei vakantie. Kunnen ze niks aan doen? Maar je zal je daar moeten aanpassen. Dat, dat is een ding wat zeker is. En ja, ik denk ook wel dat, er, dat je de inflatie in de gaten moet houden. Ja, je kan er niet veel aan doen natuurlijk. Maar... Nou, misschien is het verstandiger als je veel geld hebt om, uh, ja, om het om te zetten in. Ja, Edele metalen, dus koper of zilver of goud. En dat hoeft niet eens fysiek te kopen. Dat kan je ook... Uh, hoe noem je dat? Ja, dat kan je dus kopen. Je kan een creditcard kopen, een, of een debitcard heet dat. En dan stort je er geld op. <tossimus> en van dat geld wordt er dan een hoeveelheid goud ergens geclaimd. En de waarde van die creditcard die is gekoppeld aan de goudprijs. Dus als je dan inflatie toeneemt, is dus het niet zo erg, want ja, het goud wordt ook alleen maar duurder dan. Dus dan, dan stijgt dus je, je debitkaart te goed. En bij een creditkaart sta je negatief, bij een debitkaart positief. En dan stijgt dat dus met de inflatie mee, mag je hopen. Of enigszins. Je kan ook zeggen, ik doe helemaal niet meer in geld en laat maar zitten. Kijk, ik heb een spaarrekening van een paar duizend euro. En dat is voor mij genoeg. Als mijn wasmachine kapot gaat, dan moet ik een nieuwe kunnen kopen. Nou, dat kan. Als mijn bril, als ik daar toevallig een keertje bovenop ga zitten. en mijn bril kapot. dan kan ik een nieuwe kopen. Dus. Als en mijn wasmachine. en mijn droger. en mijn bril kapot gaat. ja, dan. Heb ik niet gelijk een probleem, maar dan komt wel het einde van de spaarrekening in zicht. <laughs> ja, de kans dat dat gebeurt. Hey, dat zingen we nog wel even aan. Dus dat lijkt mij een verstandige strategie, maar ik weet niet hoe het in jouw persoonlijke leven is. De draka, een vriend van mij... Hij ja, had ook een koophuis en een eigen bedrijf. Ook allemaal die corona-ellende. En hij was bij mij op bezoek een paar weken geleden. En dan vroeg ik aan hem, van, hoe gaat het dan financieel en zo? ja nou, het bedrijf draait zware verliezen. Maar zei hij, op zich, het gaat allemaal wel... En hij ging een investeringsplan indienen voor 2021 van 400.000 euro. En hij, hij zag het wel positief in. Hij zei, ja, oh, is... ik denk wat ik die poen ga krijgen. Ik <laughs> denk, nou, dus, uh, jij durft. Maar die heeft er niet zo heel veel last van. Terwijl die een vrije ondernemer is. In de automatisering. En zo zal iedereen maar zijn plekje moeten zoeken. Dus bij toeval, dus voor mij, was ik gestopt met die hele automatiseringsbusiness. En was ik gaan werken in de sociale sector. En daar werk ik nu nog steeds. Ja, daar zie ik voorlopig geen problemen. Dus ik ben nou buurtconcierge. Nou, ik zie het allemaal wel zitten. Ik heb ook tijdens de hele coronacrisis gewoon gewerkt. Er is niks aan de hand. Ik viel onder de essentiële beroepen. Ik heb zelfs nog een bonus gehad van 1000 euro. Dus in die zin is het bij mij wel, wel makkelijk. Maar je zal maar een horecabedrijf hebben. Of een leuk winkeltje. Ja, dat is allemaal weg. Je bent echt schandalig hoor. Je, je hebt hier in Arnhem twee tabakspeciaalzaken. Nou, daar kocht ik heel trouw mijn tabak. Jarenlang. En dan in nee, één kan dat niet meer. En dan kan je wel je tabak kopen bij de Albert Heijn. Dus ja, als je tabak koopt bij de tabakspeciaalzaak, dan ga je dood... Maar als je die tabak, diezelfde tabak koopt bij de Albert Heijn. dan krijg je zelfs geen longkanker van. Maar zeer zeker geen corona. En het is er helemaal geen sprake van hoor. dat, uh, dat de mensen achter de schermen. Hè, dat ze aandelen hebben van Albert Heijn. en uh, dat, ze, dat ze hier uh, goud aan verdienen. Echt niet, zo zijn mensen niet. Nee, Perry, nou, nou zoek je spijkers op laag water. Dacht je nou echt dat in de raad van bestuur mensen zitten die connecties hebben met Jaap van Dissel? Uh, nee, nee, Piri. Nou ben je echt zwaar aan het overdrijven. Dat ja, soort dingen gebeuren helemaal niet. Die mensen zitten samen op dezelfde golfclub, maar dat is alles. Dan zijn ze aan het golven. Maar je gaat dan niet denken dat die mensen, terwijl ze samen gaan golven. Ze rijden misschien achteraf nog samen. Een keertje gaan ze met vrouwen en kinderen uitje maken. Een keer samen op vakantie of zo. Maar dat is het dan ook. Maar die mensen gaan echt niet overleggen hoor. Met. Uh... Nee, nee, Perrie, nee, nee. Nee, het is gewoon toeval. <laughs> nee, dat is geen toeval. Ja, mooi je buik schrijven. Net zo goed als dat Marktplaatsen. Dat was een Nederlandse uitvinding. Dat draaide zo'n tierenleer. Daar hebben ze een geld voor op tafel gelegd, joh. eBay heeft het gedaan, hè? eBay heeft het gekocht. Het heet nog steeds gewoon Marktplaats. Maar het is van eBay. Ja. Een nou, eBay is een hele grote. Zo is ook uh, Amazon, dat is ook een hele grote. En Bol.com, dat is ook zo'n loer. Ja, nou, die maken mooie winsten hoor. gaat heel goed met die bedrijven. En ik zeg dat je er rekening mee moet houden dat die mensen die die hele crisis hebben veroorzaakt. Dat die wisten wat daar de economische uitwerking van zou zijn. Dat ze dachten van kom, laten wij laat ons aandelen kopen. Een zitting nemen in de raad van bestuur als groot aandeelhouder. Nou kunnen we een beetje tips geven. Wat een idioterie hè, vind je niet? En zo gaat het werkelijk hoor. Achterkamertjesoverleg heet dat. En zo zijn we bij de neus genomen. Maar ja, we waren ook bij de neus genomen op 11 september. En we zijn ook bij de neus genomen over dat gedoe waar je nu naar kijkt met Napoleon Bonaparte. Er wordt ons helemaal niet verteld dat het een katholiek was. In de tachtigjarige oorlog tegen Nederland waren de katholieken tegen ons. En Willem de Zwijger is doodgeschoten door een katholiek. Je, je, je blijft maar doorgaan. Abraham Lincoln is doodgeschoten door een katholiek. Dat, dat gaan we door? De CIA hè, in Amerika, die wordt wel geksgerend genoemd. Catholics. Dat is katholieke. Catholics, schrijf je met een C. Catholics in action. Of de Catholic Intelligence Agency. Nou, zeg maar wat je wil. In Amerika hebben ze eens per jaar hebben ze een rode mis. Van de Katholieke Kerk. Hè? En dan word je geacht als je wat voorstelt in het financiële wereldje. Dan krijg je dus een mooie envelop. En dan word je geacht te komen. En dan moet je ook nog correct gekleed zijn. Er horen bepaalde voorschriften bij. Je, je kan niet zomaar in je kloffie komen. Maar dan moet je er wel bij zijn. Dat is een mis speciaal voor de financiële wereld. En voordat de presidentsverkiezingen komen... dan heb je altijd nog een diner. Dat heet de Al Smith Dinner. Het L. Smith diner. Dat is in 2020 helaas niet doorgegaan vanwege de corona... Maar het was altijd wel. En dan komen de, de twee presidentskandidaten. De laatste was met Hillary Clinton en Donald Trump. En dan zie je zo'n kardinaal in het midden zitten met zijn bolle buik en zijn hoed op zijn hoofd. Zo'n zo. En aan de ene kant zit Trump. En aan de andere kant zit Hillary. En, en nou, je kan zien dat de stemming er goed in zit. En allebei zijn ze stralend. Hè? Aan weerszijden van de kardinaal. Dat is op mijn werk een hele aardige fan. is een muziekfanaat. Uh, kan zelf ook heel goed spelen. En die is een fan van, uh, van de grote artiesten zoals Queen en uh, David Bowie natuurlijk. Al uh, die dingen. Maar ik weet natuurlijk allemaal details van. En Pink Floyd. Ja. En ik vertel het. Ik begin. Ja, ik zal er denk ik wel een keer over gaan beginnen. Maar, kijk, mensen zoals David Bowie. Ja. Of die mensen van Genesis. Met uh, Pieter Gabriel. En. Uh, Wat die. Brother Ford. En. Kom Soms zingen in die Air Tonight. Weet je niet Something in the air tonight. Dat zijn koorknapen. Nou, de, de katholieke kerk heeft er altijd mee gewerkt. Hè. Dat bij die diensten, hè, van die, uh, ja, dat een liedje zingt, of een psalm zingt of zo, met z'n allen, ja, waarom niet? Hè? Gewoon een psalmpje zingen. Nee, 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 dat doen we niet. Nee, nee, we maken er een hele voorstelling van. En, uh, allemaal jonge knaapjes. En, uh, en die werden dan ook nog gecastreerd. hè? En dan konden ze mooi zingen in de kerk. Amandalia. Dat was een, een vrouw, tussen aanhalingstekens. Die dan heel beroemd was in de jaren zeventig. Ja, die was per ongeluk geboren in het verkeerde lichaam. Maar gelukkig. Uh, hebben ze. Uh, een transgender-operatie. Ja, dat noem je nu een transgender-operatie. Vroeger heette dat castratie. Ja, maar Amandelier had een zware stem. Ja, die is ook pas op latere leeftijd gecastreerd. Maar het blijft een castratie. Ja, die, die controle van de katholieke kerk over de muziek dat is, een, dat is een belangrijk aspect van die, van die luid. Ja, ik kan al stoppen. Ik uh, kan ook nog even doorgaan. Het meeste over corona heb ik denk ik wel verteld. Dus ja. kijken naar die sterftecijfers. Ja, hier praat je dus over. Ja. Het zijn deze 18.500. Maar die 18.500, dat ging dus. Waar heb ik nu nou net dicht gedaan? Het ging dus om ja, deze lijn dus. Hè? Zie je ziet al die andere jaren doorheen. Hè? En als je dat dan uitmiddelt, die andere jaren, dan krijg je dit. Dus het verschil van, de, van 2020 met de andere jaren. 17, 18 en 19. En die 18.000 bejaarden, die vind je dus in deze groep. Hè? En in deze groep. En in die groep. En die sterftegolven die volgden op de. Ja, dit was de maatregel van 12 maart. En dit die van 11 augustus. En dit die maatregelen die opgevoerd zijn in september, oktober. En al dat gebrul over een derde golf en de, de grenzen gaan dichten en dat soort dingen. Ja, en dan schrikken die oude mensen zich helemaal kapot. Is het toch moord of niet? Het is niet eens dood door schuld, het is moord. Ze konden dit weten. Ja, of, of nog beter gezegd, nog strakker. Als je kijkt naar die cijfers tot en met week 11. Hè? In week 11 is uh, Mark Rutte gekomen op tv, want ja, het kan je echt niet langer en we moeten wat gaan doen, in de, want de IC's liggen vol. Nee, tot aan, tot en met week 11 was er helemaal niks aan de hand. Was is En er gebeurde pas wat, nadat Mark Rutte die maatregelen had afgekondigd en toen boink. Maar op dit moment, hier, week 11, week 10, eh, liep Mark Rutte al van. Oh, we nee, moet toch uh, overleggen, want de uh, nou, situatie is ernstig. Het was helemaal niet ernstig. Het was het tegenovergestelde van ernstig, het was geruststellend. En wel was het zo dat toen Mark Rutte dat zei. dat op dat moment in Italië. Wat was ik dan, had ik die mooie tabel? Is dat zijn dingen van Popsicle. Hier staat hij staan. John Popsicle. Hop. Waar ben je nou? Know. En dan boven. Ah ja, hier was hij. In Italië... Kwamen die maatregelen op 21 februari. En in Italië kreeg je, na, en ik zeg door die maatregelen, kreeg je in Italië die sterftegolf. En terwijl in Italië die sterftegolf bezig was. Hè, dat was het dus ongeveer hier. Hè. Ja, die sterftegolf in Italië. die begon dan bij uh, streepje 1, 2. We uh, hebben streepje 3. Zo, hè, streepje voor april. Ja, op dit moment. Nou, het was hier, in Italië was het hier al bezig. Zijn we bij het tweede streepje. Nou, en dan bij het tweede streepje. ging Mark Rutte tegen ons zeggen. lichaam, mensen op de IC. Nee, dat was in Italië. Maar niet bij ons. Het was maar goed dat Mark Rutte. Uh, Toch to, to, to maar die maatregelen trof, want anders waren er nog meer doden gevallen. Ja, dat, dat, dat zeg jij. Maar hier blijkt het niet aan. Want dat zou er in al die landen moeten zijn geweest. In al die landen. Jo, dus vlak voordat de golf kwam, ging de overheid maatregelen afkondigen, alsof de overheid telepathisch is. Ja, zoiets van uh, dat ik tegen iemand zeg: van, Je krijgt ontzettende hoofdpijn, ik zal je even helpen. En dan geef ik hem een klap voor zijn bek. Dan zegt hij: Ik heb ontzettende hoofdpijn. Ja, ik had het toch gezegd? Ja, maar jij hebt mij een klap voor mijn bek gegeven. En volgens mij komt het door die klap voor mijn bek dat ik nou zo'n hoofdpijn heb. Dan zeg ik: Nee, hoe? Als ik je niet voor je een klap voor je bek had gegeven. had je nog veel ergere hoofdpijn gehad. En dat geloof je toch zelf ook niet. Oh, nou. En waarom geloof je de overheid dan wel? Hey, dankjewel voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende. Doei.